Even na 8 vanmorgen schrikt een automobiliste die op dat moment in de tunnel rijdt richting Rotterdam zich kapot. Na een klap zit er een gat in de ruit achter de bestuurdersplek. De vrouw komt met de schrik vrij en de politie begint direct een grote zoekactie. Volgens de politie is een zilvergrijze auto weggereden, vermoedelijk een Volkswagen Golf. Ja, we gaan in dit geval ook uit dat het om een rijdende beschieting is gegaan. Met name ook omdat het in de tunnel heeft plaatsgevonden. En dan is het haast niet mogelijk om vanuit de berm te schieten. In eerste instantie werd er een melding gedaan van een zilvergrijze personenauto. Later werd dat wat gespecificeerd dat het om een grijze Golf zou gaan. Maar die hebben we uiteindelijk niet aangetroffen. Zondagmorgen sneuvelde er ook al een achteruit op dezelfde snelweg. Sinds begin augustus zijn er al ruim 30 meldingen binnengekomen van automobilisten die beschoten zijn, vermoedelijk met een luchtdrukwapen. Ondanks dat er overal camera's op de wegen en in de tunnels hangen, is er geen beeld van de dader, omdat de camera's geen beelden opslaan. Dat wil VVD Tweede Kamerlid Abtroot nu veranderen. Nou, wij kunnen vanuit in ieder geval de VVD-Kamerfractie tegen het kabinet zeggen, wij begrijpen dat normaal al die beelden niet worden vastgelegd, is ook niet nodig. Wij willen ook niet dat van elke Nederlander alles wordt vastgelegd, maar nu, veiligheid gaat voorop, dus nu zorgen dat al die beelden even worden bewaard, bijvoorbeeld 2 dagen, zodat als iemand weer zoiets geks uithaalt op auto's gaat schieten, dat we hem kunnen achterhalen. De boef moet worden gepakt en wat ons betreft heel snel achter slot en grendel. De politie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip waarmee de snelwegschutter kan worden opgepakt.